Je hebt 8 verschillende adoptiehuizen. Dat is eigenlijk het basispodium van onze voorstelling. En wij hebben 8 spelers. En die 8 spelers die gaan 2 weken... dat is voor het maken van het script van de voorstelling... gaan die in adoptie. Dus die worden geadopteerd door die acht verschillende gezinnen. Mm-hmm. Of alleenstaande mensen, dat kan ook. En uit die adoptieperiode, die duurt 2 weken... daar wordt een thema uitgekristalliseerd. Daar gaan we een dialoog van schrijven. Die dialoog die wordt gespeeld door de burger. Dus dat is de adoptieouder. En een van onze spelers. Die maken dat samen. En dat ga je als publiek eigenlijk meemaken. Alles wat je doet in die 3 kwartier dat wij het publiek hebben... In 3 kwartier is een tijd van 3-4 maanden gecompressed. Ik wil terugkomen, als Aard jouw verhaal verteld heeft en jij haar verhaal, in die ontmoeting van jullie, dat jij haar vraagt, wat ben ik nou voor je? Een vriendin of een dochter? En dan zegt zij een dochter, dat zei ze. Ja, zo voelt dat. Ja, ja. Dat zei je toen toch? Ja. Ja, nou ja, ook wel vriendin, maar ook dochter. We maken de wijksafari hier in Utrecht, onder andere in Zuilen. En ik heb de afgelopen maanden ook research gedaan. Dus dat houdt in dat ik samen met een paar collega's op zoek ben gegaan naar mensen die mee willen werken. Wat heeft je dan getriggerd om juist met hun in zee te gaan? Ik vond het heel prettig om hier te komen en ik voelde me heel erg thuis bij ze en... Ja, ik ging dan gewoon hier zitten en ja, er zat heel veel herkenning. Ik ben zelf Marokkaanse. Ik heb een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder. Aard is Nederlander, Amina is Marokkaanse, gemengd huwelijk. Dus dat is al hè, iets wat je gemeen hebt. En toen dacht ik van, nou, ik geloof dat ik hier wel een aansluiting heb en dat we iets moois kunnen maken. En dan heb je dat er graag voor over, dat het je leven een beetje overhoop haalt? Ik denk weer eens na, hoe heb ik mijn vrouw ontmoet? Hoe zit ik met mijn familie, mijn stiefkinderen? Noem het op maar. In elk huis is dat natuurlijk de aanpak volkomen verschillend, omdat het zijn geen beroepsmensen. Dus je kunt, en ze vertellen hun eigen verhaal, dus... Je kunt er niet op een klassieke manier aan repeteren. Ja, je neemt deel aan de voorstelling of je kijkt. Hoe bevalt het? Nou, heel goed. Ik vind het heel erg leuk. En je komt bij mensen thuis en je hoort allerlei levensverhalen. En ja, ik vind dat heel erg leuk. Waarom vind je dat zo leuk? Ja, toch een beetje nieuwsgierigheid, denk ik. Een soort van man bij het hondachtig achter de deuren kijken van wat er gebeurt in iemands leven. Ja, dat vind ik wel altijd heel erg leuk om levensverhalen te horen. Ik ervaar het wel iets als een ding wat gemaakt is waar we met iedereen die eraan meedoet en het publiek echt in kunnen wonen. Midden in het leven, op de straat, op de stoep, in de huizen. Toch ook een in de samenleving, tussen de werkelijkheden van iedereen, nog een werkelijkheid kan creëren waar je echt met z'n allen in kan wonen. Dus dat vind ik natuurlijk geweldig, dat Utrecht zich daarvoor heeft geopend, echt.